Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zultrex. De enige echte natuurlijk. Nou, ik ben een beetje schor, hè. Ja, we gaan weer naar de winterperiode of herfst. En af en toe is het winter. En dan is het ineens weer zomer, hè. Maar in ieder geval, ja, ik ben een beetje schor. Dat komt gewoon daardoor, hè. En hoe was de Efteling afgelopen vrijdag? Hoe was de Efteling? Ja, we hebben geluk gehad die dag. Echt waar, we zijn verwend die dag in de Efteling. Want we konden live even meekijken bij het begin van het spookslot. De sloop van het spookslot. De tunnel die ging eraan. Het eerste een stukje wat officieel gesloopt is in de Efteling van het spookslot. Daar waren we toch mooi even getuigen van. Dus dat was echt een heel erg geluk dat we daar bij waren. Dus super in ieder geval. Heel erg super. Ik was er wel ontzettend blij mee. Toch nog een stukje kunnen meepakken van de sloop. En goede timing in ieder geval. Hadden we de primeur van vrouw Holle die weer geopend was. Vrouw Holle was weer geopend. Heel nieuw huisje. Zag er geweldig uit. Was hartstikke leuk. We hadden de primeur dat we het toevallig die dag er waren. En het weer net open was. Dus dat was ook wel leuk. In ieder geval, weer een leuke dag gehad in de Efteling. Echt een update video van alle laatste nieuwtjes allemaal. Ik vond het zelf ook wel een hele leuke vlog, vond ik het. wat minder attracties filmen, wat minder de bekende on-ride, want die heb ik al zo vaak gemaakt. Ik ga dat voortaan zo doen in ieder geval. Die on-ride, er wordt wat ingeknipt. Die kennen jullie nou inmiddels al. En als jullie die niet kennen, dan moet je de oude vlogs terug zien. Dan kan je een heleboel keren on-ride zien van Droomvlucht en van Carnaval Festival en weet ik veel allemaal. Dat heb ik al zo vaak heb ik dat gefilmd. Dus ik had zoiets van een beetje knippen erin. Ik vond ook, het was iets meer als een uur was het. Nou, dat vond ik wel eigenlijk heel erg een mooie tijd eigenlijk. Normaal liepen die vlogs wel eens vreselijk uit. Want ik kwakte echt alles wat ik had gefilmd, kwakte ik in de vlog. En je hebt toch ook af en toe wel eens eventjes stukjes dat ik denk bij mijn eigen van, dit is nou niet echt heel erg interessant of zo. Laat dat maar gaan een keertje. Dus dat heb ik gewoon weggeknipt. Wat kortere onrides en dan krijg je een wat beter beeld van de dag. En ook een betere samenvatting. Want ik vond de laatste tijd vond ik de Efteling vlogs van mij een beetje langdradig. En een beetje allemaal hetzelfde allemaal. En dit was echt een update video met alle updatejes. En de onride gewoon lekker ingekort. En Ravelijn had ik ook lekker apart gedaan. Want ik had zoiets van dat paste weer net niet in de vlog. Dat vond ik dan weer net te langdradig voor de vlog. En de mensen die Ravelijn show helemaal willen zien, die kunnen dan in een aparte vlog de hele show zien. Voor de vlog vond ik hem iets te langdradig. Dus dat heb ik ook ingekort. Ja, ik ben wel tevreden over het eindresultaat. In ieder geval is dit nog lang niet het einde. Want we gaan de aankomende oktober, november en december ga ik nog in ieder geval een hele hoop gaan we doen. En jullie hebben het al gehoord, 100% tuning. Dat is eigenlijk, vroeger heette dat 100% tuning, tegenwoordig heet het 100% live. Allemaal van die hele
vette, dikke auto's, gepimpte auto's, getuned auto's, auto's uit de Fast and the Furious en zo. Ja, daar gaan we ook heen naar de show. Dat is echt voor mij al 10 jaar geleden dat ik daar voor het laatst geweest ben. Corona en ook een heleboel keren dat ik dacht van nou, nu gaan we dit jaar gaan we er naartoe. En dan was ik weer de datum vergeten. Dus dan gaan we nou ook een keer gaan we daar naartoe. Dus dat krijgen jullie nog. Jullie krijgen nog een Toverland vlog te zien. Want ik ga ook nog naar Toverland met Joost. In ieder geval sowieso. En dan gaan we ook een vlog opnemen van de Halloween in Toverland. En we gaan van zeker weten. Gaan we nog wel eventjes een paar keer ook nog dit jaar naar de Efteling. Om natuurlijk te kijken bij het sloop van het Spookslot. En om nog wel lekker een paar attracties in te gaan en een beetje de laatste updates te filmen voor jullie. In ieder geval zeker weten de moeite waard om te blijven kijken op mijn kanaal en daar gaan we er weer een paar leuke vlogs van maken. In ieder geval, dus ik zou zeggen jongens, stay tuned. Dit was in ieder geval weer een Efteling vlogje. Ik hoop dat er weer zo snel mogelijk weer een nieuwe Efteling vlog aankomt, want ik wil niet te lang wachten om weer naar de Efteling te gaan. Ik wil echt binnenkort weer een keer filmen. Als we weer wat verder zijn, als er weer wat nieuws is. Ik heb nu al het nieuws in één vlog gepropt. En er komen natuurlijk nog zeker weten, komen de nieuwtjes. Want momenteel in de Efteling is momenteel volgens mij bijna alles dicht geworden, Nick. Joris en de Draak is dicht. Vogelrok is dicht. Er zijn een heleboel dingen zijn er dicht. En ze zijn Archipel zijn ze dus de vloer aan het herstellen, want die was kapot gegaan. Dus er komen nog een hele hoop updatejes komen eraan. Blijf mijn kanaal in de gaten houden. En dan komt het allemaal weer helemaal goed. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in, abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik kan alleen maar zeggen de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye, hoi!